Ja, moet dat, wat een wedstrijd, hè? Wat een slot, 6-5 nog. Ja, we waren zwak begonnen, maar de tweede helft hebben we toch laten zien dat we kunnen voetballen en dat dit Hasselt ook te pakken is. En dat we ook mee kunnen, dat we ook tegen die toploegen kunnen voetballen. Ja, spijtig genoeg, zoals de trainer zegt, dat de leiding vandaag wat beetje veel te zwak was. En zeker niet voor deze topwedstrijd. Als je, zoals de coach zegt, als je op 7 minuten al op 5 fouten staat, dan is het heel moeilijk om te voetballen. En dat geeft hem nog een tweede 10 meter dat om te lachen is. Dus ja, spijtig dat we toch niet op het einde nog die 6-6 kunnen maken. Het is ook ongezien, denk ik, 10 seconden voor het einde, de wedstrijd nog 5 minuten stilleggen. Ja, ik begrijp het ook niet waarom dat hij dat gedaan heeft. Maar ja, oké, uit frustraties van de supporters worden er dingen gegooid. Oké, ja, dan is dat denk ik normaal dat de leiding voor 10 seconden op het einde toch nog voor 5 minuten de wedstrijd staakt. Ja. Je was verschrikkelijk boos, hè? Ook na de wedstrijd nog. Je eiste zelf excuses van een bepaalde supporter, want ik heb het niet goed kunnen volgen. Ja, dat was een coördinator van jeugd van Hasselt. Eind van de wedstrijd, wij geven allemaal een hand, de wedstrijd was gedaan. En dan loopt hem naar de zijkant waar de supporters zijn. En dan roept hij daar, ga maar rot op, maar vuile maar kijken. En dat is niet, en ik vind het jammer. Dat hoort niet bij de sport, die uitdaging en die. En dan loopt hem weg naar de VIP-ruimte. Ja, dan heb ik geëist dat hij terug moet komen en zijn excuus moet aanbieden. En dat heeft hij ook gedaan. Maar ik vind dat dat niet bij de sport hoort. Die mensen moeten, ik denk dat de club Hasselt zelf moet zien dat ze met deze mensen wil samenwerken. Want die heeft een voorbeeldfunctie. Al zijn jeugdspelertjes waren hier vandaag. Als ze dat moeten horen van een voorbeeld, van een coördinator, is dat vind ik wel jammer. Het is inderdaad, het was een rare leiding op een zachts uit te drukken. Maar het resulteert wel, ik heb het tegen jouw coach ook al gezegd, ja, dat je volgende week wel gehavend tegen Antwerpen zal moeten aantreden met al die gele kaarten die hier vallen. Ja, kijk, elke week moeten we zien dat nu komt Antwerpen. Ja, we gaan gewoon de beste van maken en we zien wel hoe dat we eraan gaan starten. Maar ja, die wedstrijd moet gespeeld worden. Met welke spelers, dat zullen we wel... in de komende dagen wel zien met welke spelers dat we verder gaan. Maar ja, het is jammer dat die gele kaarten vallen. Ook, ja, het zijn ook maar mensen, maar ik vind het vandaag voor een topwedstrijd moeten toch zeker niet na 7 minuten in de tweede helft moeten toch zeker niet op 5 fouten al staan eigenlijk. Dat moet een beetje laten voetballen. Tot slot een rijtje laten gaan. Vandaag een goede wedstrijd, vond ik zelf. Hoe zie je naar volgende week toe? Want ja, het is jouw ex-club natuurlijk, hè, FC Antwerpen. Je hebt er vele vrienden zitten. Ja, dat is een wedstrijd gelijk een ander. Oké, ja, ik heb wel veel vrienden. Maar ik zie dat gelijk een wedstrijd gelijk een ander. Dus voor mij is dat geen speciale wedstrijd.